Oh, wat is het doorzichtig, hè, vrienden? Ja, ja. Vorige keer zagen we al het campagneteam van de VVD. Ja, die hadden die Henk Kamp vooruitgeschoven om de omzicht een beetje zwart te maken natuurlijk. Ja, van nou, die is helemaal niet geschikt en burn-out en noem het allemaal weer op. Ja, dat is allemaal helemaal bewust gedaan. En nu zien we D66. Ja, die hebben er ook eentje gestuurd. Alexander Pechtold. Ja, zo werkt dat. En die gaat ook lopen vervelen en zeuren over die omzicht. Ja, nou, niet te geloven. Ja, die zegt dan van, ja, nou, die omzichter die is wel heel goed in het aanwijzen van de problemen. Maar hij lost ze zelf niet op. Nee, en hij neemt ook geen verantwoordelijkheid. Nee, dat doet hij allemaal niet. En ja, die. En dan ook nog eens een keertje zeggen van, ja, maar hij kan beter geen eigen partij oprichten. Ja, nee, hey, hallo. Zo bang zijn ze voor hem. Zo verschrikkelijk bang. Dat hij maar überhaupt gaat meedoen aan die verkiezingen, want dan worden ze weggevaagd. Ja, dus ze sturen al die mensen daar naar die NPO Radio 1. Die kamp die wordt daarheen gestuurd en die Pechtold. Wat hebben die mensen daar te zoeken? Waarom komen die daar? En daar zit dan die Thomas van Groningen. Ja, en die zit daar een beetje mee te wauwelen ook. Ja, ook een beetje D66 doen. Zo van, ja, hij neemt geen verantwoording. Nee, zegt die van Groningen dan gelijk. Ja, nee, want hij wilde ook al geen staatssecretaris van Financiën worden. Nee, nee, ja, lekker meebabbelen. Ach, wat het is. En zij denken dat wij dat allemaal niet doorhebben. Ja, dat vind ik het ergste van alles. Zij denken, wij doen onze spelletjes. En het domme volk heeft dat niet door. dat vind ik zo ernstig aan dit hele verhaal. Ach, wat een treurigheid. En dan zo'n Pechtold. Alsjeblieft zeg. Hey, wat is dat nou? Je hebt alleen maar schandaal gehad met vrouwen en weet ik het dan allemaal. En eindig dan als directeur. Moet je nagaan, de directeur van de rijbewijzen. Dat ben je dan, ja. En je zit in de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Loterij. Nou, geweldig. Beetje, ja, van de rijbewijzen. Van het afrijden. Directeur afrijden. Wilt u wel uw richting aanwijzen doen als u linksaf gaat? Ja. En als u wil koppelen, links. Links intrappen, ja, en dan schakelen, ja, die. Kijkt u wel goed in spiegeltjes? Hou op, en die moet dan iets gaan vertellen over omzicht. Nou, alsjeblieft zeg. Vrienden, wij lachen hier hartelijk om deze mislukte aanvallen op omzicht.